Ja, ik sta hier echt met een kort gevoel, denk ik. We hadden een hele goede serie neergezet. Maar ik vind wel dat we wel naar het positieve moeten kijken. En we hebben heel veel goede dingen gedaan. En één moment doen we niet goed en dat resulteert toch in een goal. Ik denk dat het verschil tussen beide ploegen miniem is. En dan hangt het van details af. En ik denk dat we deze wedstrijd allebei hadden kunnen winnen. En ja, voor mijn gevoel hadden wij hem niet hoeven te verliezen in ieder geval. Ik hoor jouw collega Robert Maaskant net zeggen, het was niet veel van beide kanten. Ben je dat met hem eens? Nou, er is natuurlijk uiteindelijk weinig voor de goals gebeurd. Hè. Het speelde zich allemaal af op het middenveld zonder echt veel kansen te creëren. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we een paar mogelijkheden hebben gehad. Ja, daar moeten we dan meer mee doen. En het zijn twee teams die elkaar denk ik niet veel ontlopen. Dus wat dat betreft gaat er redelijk gelijk op. Balbezit is leuk en aardig en we hebben gewoon goed gevoetbald. Alleen uiteindelijk draait het toch om die goals. Dat is ook zo, maar dat weten we en daar werken we ook aan. En we proberen elke wedstrijd beter te doen en elke week daarop te trainen. En we hebben wel het gevoel dat het beter gaat en dat zie je ook aan de resultaten, denk ik. En ik denk dat we die lijn wel moeten doortrekken. En we hebben veel jonge jongens, dus dat is nog niet altijd vanzelfsprekend. Maar dat moet er gewoon ingeslepen worden. En op training vaak merk je al dat het stukken beter is in balbezit. Dat we veel minder balverlies leiden in positiespelletjes. Dus we hebben wel een stijgende lijn te pakken. Ik dacht, NAC weliswaar heel veel balbezit in de tweede helft. Dit stevend echt af op een 0-0. Had je dat gevoel ook? Ja, dat had ik inderdaad ook. Ik bedoel, ik had zoiets van, Groningen is wel redelijk aan de bal, maar komt niks uit. Wij creëren ook weinig. Nou, dan probeer je met die wissels nog wat te veranderen. Maar toen we 1-0 achterkwamen, toen vond ik wel dat we het opportunisme hadden om nog gelijk te maken. En dat zag je met de mooie kans van Kees. Ja, dat maak je uiteindelijk niet, dus zonde. En die bal van Kees Luijks op het hoofd zelfs, hè, van de keeper. Ja. Je zag hem echt niet aankomen. Een beetje geluk moet je hebben. Ik bedoel, we hebben tegen RKC wat geluk gehad en uiteindelijk gewonnen. Ja, je moet nou het geluk hebben dat die bal erin gaat. Hij heeft het geluk dat hij zelfs niet weet hoe die tot stand komt. Dus ja, dat is jammer.